Nou, dit is het besluit van de staten van de stad Groningen en Ommelanden om Karel Rabenhaupt aan te stellen als legerleider van de provincie. Karel von Rabenhaupt. Vandaag, precies 344 jaar geleden, overleed hij in Coevorden. Vanwege zijn sterfdag vond er vanmiddag om 12 uur een korte herdenkingsplechtigheid plaats bij zijn buste op het Waagplein. Von Rabenhaupt is erg belangrijk geweest voor de stad. In 1672 werd hij voor 4000 Rijksdaalders ingehuurd om Groningen te beschermen tegen de bisschop van Münster. En met succes, waarmee hij ervoor zorgde dat we tegenwoordig in de stad niet Duits, maar gewoon Nederlands kunnen spreken. Ja, zeker. En dat wij mogen kiezen hoe wij ons geloof belijden. Of dat nou katholiek is of protestant of een andere vorm. En als het de bisschop was geweest, dan waren wij gewoon leeggeschud economisch. En dan waren wij gewoon ook een weer geweest, zoals we nu eigenlijk ook zijn. Maar dan van een andere regering. Maar nee, wij vinden het belangrijk als Groningse, als noordelijke stichting, om Rabenhaupt te herdenken op de plek waar volgens ons veel gebeurd is. Hij heeft hier ook letterlijk gestaan. Hij heeft ook door de Heerstraat gekeken. Hij heeft hier zelfs achter het goudkantoor woonde hij. Vandaag is het 12 augustus 2019, 344 jaar geleden. Het is mijn sterfdag. Ik ben op deze dag in 1675 ben ik overleden. Tenminste, Rabenhaupt is dan overleden. Hij heeft na 1672 nog een korte militaire carrière gehad en is daarna drost van Drenthe geworden. En is, geloof ik, overleden in Coevorden, waar hij zijn paleis had. Het herdenken van Karel von Rabenhaupt, hoe belangrijk is het precies om hier vandaag bij stil te staan op deze dag? Nou, ik denk eigenlijk dat de identiteit van Groningen heel erg gepoetst heeft. En in de identiteit van Noord-Nederland. Alleen als we het doortrekken naar nu, dan is het natuurlijk heel erg belangrijk. Want er zijn heel veel samenwerkingsverbanden tussen Noord-Nederland en Noord-Duitsland, maar ook met Noord-Rijn-Westfalen. Nu volgt 1 minuut stilte ter nagedachtenis aan Karel Rabenhaupt en Antonius Vos. Eigenlijk is het heel gek, want als we denken aan Gronings ontzet, dan denken we toch heel snel aan de bisschop van Münster. Terwijl eigenlijk uw rol veel belangrijker was. Ja, dat gebeurt wel vaker. Hè? Dat het niet allemaal zo loopt als je denkt dat het was gegaan. Ja, inderdaad, de bisschop van Münster, dat was Bommen Berend. En in de volksmond heet het inderdaad ook Bommen Berend, 28 augustus. Ik denk dat het wat beter bekt dan baron van Rabenhaupt tot Soega. Hij had een hele rits aan titels, dus het bekt wat beter, denk ik. Het Groningens ontzet wordt op zaterdag 24 augustus in een 3 uur durend programma nagespeeld. Dit evenement vindt plaats op de Oosterhaven. Mag ik nog wat kwijt? Wil je nog wat kwijt?